We zijn weer bij het Josty Bent Pret Praatloket op locatie en ik ben bij mijn buurjongen Bas. Ja, zeker. Hey Bas, hoe is het? Hoi, wij gaan goed. Hey, maar jij zit hier niet alleen op de stoel. Ik heb nog iemand, ik kan graag staan, dit is mijn vriendin. Is dat jouw vriendin? En hoe heet jouw vriendin? En ze heet Linda van der Wolk. Nou, dag Linda. Ja, dag. Hey, wat gezellig dat je erbij bent, joh. Dus jij bent de vriendin van Bas. Ja. En hoe lang zijn jullie al vriendje en vriendinnetje? Best wel lang. Best wel lang. Ja? Ja. Is het een maand of is het misschien al een jaar of misschien al een paar jaar? Ja, het is best wel lang, hè? Ja, best wel lang. Ja. Hey, en hoe vaak zien jullie elkaar per week? Ja, we zien elke dag op de sport. Op de sport zien jullie elkaar? Dat is leuk. Ja, leuk. En vroeger op school. Ja, dat ook. Ja. En nu ga je één keer in de week ga jij naar Linda, Bas. En Linda komt één keer in de week bij jou? Ja. Oh, dat is gezellig. Dus ook in coronatijd kan dat? Ja, kan dat. Oh, hartstikke goed, hé. En nou, hebben jullie nog meer te vertellen? Ja, ik wil natuurlijk. Wat ik je zo vertellen. Want ik heb vandaag gewerkt. Leuk. En waar heb je gewerkt? Bij Brownies en Downies. Brownies en Downies in Gouden, hè? Bij Bas en Saskia, hè? Ja, zeker. Gezellig. En Linda, heb jij vandaag ook gewerkt? Ja, ik heb vandaag ook gewerkt vandaag. En waar heb jij gewerkt? Ik heb op een zorgboerderij gewerkt. Op de zorgboerderij in Valkendam? Ja. En daar ga je op de fiets heen? Ja, daar ga ik op de fiets heen. Hé, hey Bas, hoor je dat? Want jij wordt volgens mij gebracht, vriend, naar je werk, of niet? Ja. Jij hebt weer een luxe positie, hè? Ja, zeker. Hé, hey, en hebben jullie nog meer te vertellen? Ik denk nog iets. Ja, ik heb een alfabet ook nog op de maandag en woensdag. Want ik had één dag vrijgenomen op maandag. Ja. En heb ik woensdag gewerkt. Oké, okay. Ja, want in Alphen werk jij bij? Ja, bij Ipsen de Brugge. Bij Ipsen de Brugge, Prins Heerlijk, hè, ja, toch? Nou, jij bent maar actief bezig, Bas. En heb je ook nog een vrije dag in de week, of niet? Dat is op dinsdag pas. Dinsdags heb je vrij. Dat is lekker. En Linda, werk jij ook elke dag? Ja, ik werk 5 dagen, dus ik ben wel lekker bezig. Zo, jullie zijn wel druk bezette personen. Dus. En dan ook nog tijd voor elkaar vinden. Ja. He, tijd voor de liefde. Ja. Nou, hartstikke leuk. Ja. Nog meer, Bas? Soms heb ik een dagje om mijn vriendin te eten. Soms bij mij. Soms ga je bij je vriendin eten. Ja. En soms gaat Linda bij jou eten. Ja. Nou, gezellig. Dus jullie zijn hartstikke gelukkig. Ja, zeg dat wel. Ja. Kijk, dat is mooi om te horen. Ja. Willen jullie nog de groeten doen? Ik doe groeten van de mensen voor concert deden. Voor de orkest, dat vind ik heel lief, Bas. Dank je wel. Ik zal het doorgeven. En Linda, wil jij nog de groeten doen? Nee, ik weet het niet. Ik weet het eigenlijk niet. Jij vindt het allemaal goed. Ja, ik vind het allemaal goed, joh. Hey, gezellig dat je er even bij was, Linda. En Bas, leuk je om je weer gezien te hebben. En nou, ik zie jullie vast wel weer binnenkort. En anders kun je weer meekijken met de livestream, hè? Yes. Toch? Dan kijken we wel even mee. Oké, nou top. Hey, nou, dank jullie wel. En tot gauw weer, hè? Geen dank. Doeg!